Heerlijk. Een straal water, verfrissend. En je wordt er nog schoon van. En het is ook mooi. Zonnestraaltje, lekker warm op je huid. Verschil tussen deze twee soorten straling is dat het ene uit echt deeltjes bestaat. En de ander bestaat uit golven. Het is geen deeltjes. Denk je van lekker, maar let op. Er zit toch behoorlijk wat energie in. Zelfs water natuurlijk. Hè. Je kunt met water dingen uit metaal snijden. En ja, de zon, denk aan dat je je huid verbrandt. Dat is niet zo fijn. Kortom, er zit behoorlijk wat energie in. En daar moet je wel om denken bij de verschillende soorten straling. Daar gaan we het over hebben. En we beginnen de energie van straling. Nou, energie in het algemeen. Natuurlijk, het symbool is de hoofdletter E. En eenheid. Ik hoop dat je dat in één keer kunt ophoesten. De joules. De joule wordt normaal gebruikt voor energie, maar bij straling gebruiken we heel vaak als eenheid de elektronvolt. Ik hoop dat je dat nog weet. 1 elektronvolt is gelijk aan hoeveel joules? Weet je nog? 1,6 keer 10 tot de macht min 19. Precies evenveel als een lading van elektron. Makkelijk te onthouden. Nou, straling is een heel breed gebied. Van radiogolven, ons eigen licht en de gammastraling. En aan de linkerkant van dit spectrum zijn deze stralingen veilig. Ja, die kun je gerust gebruiken zonder voorzorgsmaatregelen. Aan de rechterkant is het onveilig. Daar moet je goed om denken. En we gaan eerst even naar de rechterkant kijken. Dit stuk. Ja, dat is... Waarom is dit onveilig? Nou, dat komt door de energie die hier zit. De energie die is dan meer dan 10 elektrovolt. 10 elektrovolt is eigenlijk natuurlijk, gelet op het aantal joules, heel weinig. Maar voor straling is het ontzettend veel. Het is namelijk voldoende om, kijk even naar de tabel 21 van Binas. Ja, daar staan de ionisatie-energieën van de diverse atomen. Kijk even naar het eerste elektron. Dan zul je dus zien dat bij bijna alle atomen, niet alles, maar bijna alle atomen, als daar een elektron uitgehaald moet worden, heb je in ieder geval een energie nodig meer dan 10 elektrovolt. En als je dus straling hebt die meer is dan 10 elektrovolt, dan heb je grote kans dat die straling een elektron uit een atoom kan verwijderen. En dat geeft schade aan je lichaam. We noemen dit het ioniserende vermogen van straling. Dat is dus het vermogen om een elektron uit een atoom te verwijderen. En daar krijg je vervelende kwaaltjes van. Ja, dat is dus waarom deze straling zo ontzettend onveilig is. Het spectrum kun je dus verdelen in rechts ioniserende straling en links niet ioniserende straling. Natuurlijk niet echt zwart-wit of rood-groen. Je hebt een vaag gebied ertussen, maar toch rechts is het gevaarlijk, links niet. Rechts, helemaal rechts, dan heb je de gammastraling. Gammastraling, symbool, de Griekse letter gamma. En meteen daarnaast de röntgenstraling. Röntgenstraling is eigenlijk hetzelfde als gammastraling, alleen met iets minder energie erin. Röntgenstraling wordt aangegeven met X-rays, maar we zullen het vooral over die gammastraling hebben overigens. Beide typen stralingen zijn elektromagnetische straling. En je weet, elektromagnetische straling betekent dat de snelheid ervan gelijk is aan de lichtsnelheid. Kortom, twee soorten stralingen, röntgen en gammastraling. Beide elektromagnetische straling. Ik heb er tussen haakjes even licht achter staan. Het is natuurlijk niet onzichtbaar licht, maar het is wel familie van onzichtbaar licht. Vandaar dat ik er even bij heb staan, maar ze hebben veel meer energie. Er zijn nog meer soorten straling die we tegen zullen komen. En één van die soorten is de alfastraling. Alfastraling is geen elektromagnetische straling. Het bestaat uit deeltjes. Namelijk uit heliumkernen. Net op kernen, dus zonder de elektronen. En dat betekent dus dat alfastraling bestaat uit deeltjes met een lading. Want een kern van helium heeft een lading van plus 2. Nou, alfastraling, symbool is de Griekse letter alfa. Behalve alfastraling hebben we nog een soort straling wat uit deeltjes bestaat. Dat is de beta-straling. Beta-straling bestaat uit elektronen of positronen. Nou, elektronen ben je wel eens tegengekomen.
Nou ja, tegenkomen, je hebt erover gelezen. Een positron is eigenlijk precies hetzelfde als een elektron, behalve zijn lading. Die is plus. Maar voor de rest is hij precies hetzelfde. Een positron is het antideeltje van het elektron. Nou, beta-straling, symbool, de Griekse letter beta. En deze vier soorten stralingen, daar zullen we het vooral over hebben. Dus de röntgen- en de gammastraling, ja, zijn golven, geen deeltjes. En de alfa- en de beta-straling, en die bestaan wel uit deeltjes. Ja, de bovenste twee, die hebben geen lading. En de onderste twee, die hebben wel lading. En dat betekent dus dat in het magneetveld je kunt zien wat voor soort straling je hebt. Is het een straling die afbuigt, dan weet je van, oh, het is of alfa of beta. Ander verschil is dat zo'n golf, ja, die heeft geen massa. Betekent dus dat je de energie niet met massa kunt uitrekenen, maar energie is dan gelijk aan h keer f, h, constante van Planck, en f is de frequentie van de straling. En dan zie je meteen van, hey, hogere frequentie, meer energie. Alfa- en beta-straling hebben wel massa, en betekent dus dat de energie wat daarin zit, gelijk is aan, nou, daar staat het al, de kinetische energie, een half mv kwadraat. Doordringend vermogen is een van de belangrijkere eigenschappen van straling. Wat is doordringend vermogen? Nou, dat is het vermogen om door materie heen te kunnen gaan. Hoe makkelijk dringt straling door in materie? En kijk, als je, hey, kijk eens aan, wat is dit? Wat voor soort straling? Een deeltje, ja, bestaat uit twee protonen, twee neutronen. Dus dit is een alfa deeltje. En een alfa deeltje, ja, die kan heel makkelijk tegenwoordig gaan. Een stukje papier, ja, daar kan hij eigenlijk al niet meer doorheen. Kortom, een alfa deeltje heeft maar een heel klein doordringend vermogen. Dat komt natuurlijk omdat hij zo groot is, althans vergeleken met andere soorten straling. Een doordringend vermogen in huid, ja, nou, hier staat het, hè, dat is minimaal, oftewel een alfa deeltje kan niet door je huid heen. Je huid beschermt je al voldoende. Nou, dit is ook weer een deeltje. Nou, we hadden alfa al gehad, dus dan is dit het beta deeltje. En het beta deeltje is natuurlijk een beetje groter. En daar heb ik iets meer nodig om tegen te gaan. Een plaatje aluminium, metaal is wel voldoende, maar een stukje papier niet meer. Kortom, beta deeltje heeft een groter doordringend vermogen. Want ja, het is gewoon een kleiner deeltje. Ja, en nou, in huid is dat 5 tot 50 mm, let op 50 mm, 5 cm, oftewel het beta deeltje, die kan wel door je huid doordringen. Oftewel, als je dat soort straling hebt, dan moet je een beetje oppassen. Ja. Hoeveel hij ergens doorheen dringt, dat wordt een dracht genoemd. De dracht van een deeltje is, nou, hoeveel centimeter dringt het deeltje door in de materie. Weer een straling en die gaat door beiden heen en je ziet al dat het een golf is, dus dat zal de gamma wezen. Voor gamma heb ik iets meer nodig om tegen te houden, namelijk een flink stuk lood. Ja? Oftewel, het gamma-straling die heeft een zeer groot doordringend vermogen. Ja, het is ook lood natuurlijk, hè? Het is straling, eigenlijk geen deeltje en heeft lichtsnelheid. Eigenlijk, ja, het wordt alleen maar verzwakt. Maar echt tegenhouden wordt het eigenlijk niet. Het wordt iedere keer minder en minder. Maar eigenlijk gaat het eigenlijk constant door tot het eigenlijk verwaarloosbaar is. Je kunt dus niet spreken over de dracht van een gammastraling. Ja, dracht heeft te maken met alfa- en beta-straling. Bij gammastraling spreken we niet over dracht. Doordringend vermogen. Dan een ander soort vermogen is het ioniserend vermogen. We hebben al gezegd, wat is ioniserend vermogen? Dat is het vermogen om een elektron uit een atoom te halen, zoals het hier te zien is. En we hebben zo net gezien dat een alfa deeltje een groot deeltje is in feite, vooral vergeleken met een elektron. Oftewel, een alfa deeltje, die kan makkelijk een elektron eruit halen. Ja, oftewel, het heeft een groot ioniserend vermogen. Kijk, hier heeft het elektron, ja, de animatie laat zien dat hij even makkelijk een elektron eruit kan doen, maar een elektron is natuurlijk kleiner, oftewel die zal meer moeite hebben om te ioniseren. Oftewel, het beta-deeltje heeft een kleiner ioniserend vermogen. Als je gamma-straling hebt, nou, gamma-straling, bestaat niet uit deeltjes, het gaat weliswaar met lichtsnelheid, maar toch, die heeft moeite om een elektron
eruit te halen. Oftewel, die heeft een zeer klein ioniseringsvermogen. Je ziet dus, alfadeeltje heeft een heel weinig doordringend vermogen, maar heeft wel ontzettend veel schade aan te brengen, want hij heeft een groot ioniserend vermogen. En gammastralen, je moet ermee oppassen, want het gaat overal doorheen. Het is heel moeilijk om je teen te beschermen. Het heeft weliswaar een klein ioniserend vermogen, maar gevaarlijk is het nog wel. Maar behalve gevaarlijk is straling natuurlijk ook ontzettend mooi. En dat zullen we een volgende keer, iedere keer weer bekijken. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot ziens.